Starcloud is het nieuwe merk van Melee. Melee kennen we als vooral een hele goedkope fabrikant van Android Media Players. En met Starcloud proberen ze zichzelf net even naar een hoger niveau toe te tillen. Doen ze niet alleen met behulp van een nieuw merkje, maar ook met een strategie om Windows 10 goed te ondersteunen en met Intel chipsets te werken. Nou, het vertrouwen in deze nieuwe kwaliteit van Melee is zo groot dat ze hebben zelfs een prima distributeur hier in Nederland gevonden. Wat betekent dat service en garantie ook niet echt een probleem zou moeten zijn. Hier hebben we de PCG 60 Plus. Dit is een echte media player, dus passieve koeling in plaats van actieve koeling. En ja, toch wel specs die best wel interessant zijn. En er zit een Cherry Trail Z8300 chipset zit erin. Intel HD graphics zijn aanwezig. 32 GB interne opslag, 2 GB aan werkgeheugen. Wifi ondersteuning is gewoon dual band, dus ook 5 GHz, inclusief AC ondersteuning, waar ik zelf gewoon echt best wel enthousiast van word. Want dan kun je eindelijk eens een keertje overwegen om niet een netwerkkabel te spannen, hoewel ik dat nog altijd blijf adviseren. Op zich wifi 5 GHz AC als de verbinding goed is. Streamen mag dan geen enkel probleem zijn. HDMI, VGA aansluitingen, gigabit LAN, alles moet aanwezig zijn volgens de verpakking. Maar nu gaan we kijken wat we daadwerkelijk in het doosje gaan vinden. Nou, het doosje laat zich makkelijk uit elkaar trekken. Het eerste stuk schuim gaat weg, dan vinden we hier een quick start guide. En hier hebben we een heel mooi aluminium doosje. Nou, hier zit een krasje. Ik ga ervan uit dat als dat bij jouw exemplaar gebeurt, dat ze hem gewoon omruilen. Micro SD slotje aan deze kant. Steekt iets in, dat is denk ik een dummy. Ja. Dat is mooi, zo'n dummy die zorgt ervoor dat er geen stof in je machientje komt. Zelf gebruik ik dat soort sloten eigenlijk bijna nooit. Oké, dit is wel even jammer dat ze die stickers scheef geplakt hebben. Ja, het kan ook exemplarisch zijn dat ze dat bij de rest gewoon netjes doen. En dat ik als voor deze unboxing nou net een exemplaar heb die waar die stickers scheef zit. Jammer. Hier vinden we de USB-aansluitingen, waarvan 2 USB-3 aansluitingen, dus echt high speed. Vooral belangrijk als je 4K-content weer gaat geven, of hij 4K-content trekt, moeten we natuurlijk nog even testen. Kensington slotje om mee vast te zetten. Audio in 3,5 mm audio uitgang. Stereo audio uitgang. Dus we kunnen direct op een speakersetje aansluiten. LAN aansluiting, HDMI uiteraard. Stroomaansluiting, powerknop en een VGA. En er komt de hele tijd een speaker tussendoor, dat is fijn. En een VGA aansluiting. Dan denk je misschien van, nou, waar is dat nou weer voor nodig? Simpel, ding wordt ook zakelijk gebruikt als digital signage player. En dan gebruik je toch vaak nog een VGA aansluiting. Je kunt dus alle kanten op. Leuk, klein, schattig antennetje achterop. Eerste indruk. Scheef stickertje, krasje. Maar nogmaals, ik gok erop dat het wel heel erg exemplarisch is. Zou dat krasje en dat stickertje mij niet opvallen, is dit gewoon echt een heel erg net doosje. Er zitten anti-slip voetjes op, die zijn redelijk anti-slip, dus dat doet ook gewoon wat het moet doen. Hier zie je toch echt wel verschil met het Melee van vroeger. Dit is kwalitatief gewoon leuk. Hier word ik best wel blij van. In dit doosje, daar vinden wij... Dus hier komt je tegemoet. Hier vinden wij een adaptertje. Daar zet je in ons geval het Europese stukje op. Het stukje wat op de grond lag is voor een ander land bedoeld. Dat heb ik toch niet nodig. Simpel. Maar natuurlijk brood nodig om hem van stroom te voorzien. Wat opvalt voor een Chinese media player is dat er geen HDMI-kabel bij zit. Dat zijn we eigenlijk niet gewend. Doorgaans is een HDMI-kabeltje in China niet zo gek duur. Dus eigenlijk iedere fabrikant doet hem erbij, behalve doorgaans Apple. Maar ja, nu blijkt Starcloud dat dus ook niet te doen. Ja, beetje jammer, want je wil op het moment dat je dingen in huis haalt eigenlijk meteen aan de slag kunnen. En als je geen HDMI-kabeltje hebt, moet je toch weer naar de winkel. Dus voor de unboxing review die we nu opnemen... Eerste indruk over het algemeen, ja, een paar slordigheidjes in deze specifieke unit. Waarvan ik me voor kan stellen dat die er niet horen te zijn bij de reguliere units.
En dus een scheve sticker en het krasje. En ja, jammer dat er geen USB-kabel of geen HDMI-kabel bij zit. Voor de rest is hij gewoon zo compleet als dat hij moet zijn. Want dit is hoe ik verwacht dat een media player op basis van Windows wordt afgeleverd. Nou, wil je meer weten over deze StarCloud, de specs, de prestaties, etc.? Check dan even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl en dan lees je alles over deze StarCloud PCG60 Plus Mini PC.